Bij mij zit acteur Sven Ridder. Sven, als je op tv ziet, dan lijk je eerder een verlegen gast. Gelijk afgelopen week langs Ben Krabbe, lijk je echt verlegen, teruggetrokken. Nu moet je eerder de stoere gast spelen. Ja, hoe doe je dat? Goh, wel, dat is omdat toen ik naast Ben Krabbe zat, waarschijnlijk de echte Sven daar zat. En hier in Bowlingballs is natuurlijk een figuur die je speelt. Bad Boy Boeleke. Dus dan mag je al eens een andere kant van jezelf laten zien. Een kant die je echt moet gaan zoeken wel, want zo echt zo'n evige vechtersbaas ben ik niet. Maar dat was net daarom zo leuk om deze figuur te spelen. We kennen je ook vooral van het echt Antwerps theater. Wat verkies je nu eigenlijk? Het theater of eerder de filmset? De film, absoluut. De film en de televisieset gaat voor mij boven het theater. Misschien omdat ik ook al 25 jaar lang aan een hoog tempo theater doe. Dat het nu eens leuk is om zo die afwisseling te kunnen hebben en toch wat meer film en tv te doen. We zien je enkel in het Antwerps. Op tv altijd Antwerps aan het praten, in de films meestal Antwerps aan het praten. Maakt het dat makkelijker? Of? Ja, absoluut. Ik vind dat trouwens van elk dialect. Ik vind een dialect dat leeft bij de mensen. En als je in Limburg komt, dan hoort je ook die sappige Limburgse dialecten. In West-Vlaanderen ook. Ik vind dialecten is iets dat altijd zal blijven bestaan. Maar ik doe heel veel tekenfilms en in tekenfilms praat ik geen dialect. Dat klopt, ja. Net zoals Jonas van Geel hebben we de laatste tijd heel veel met Nathalie Meiskes gezien. Ja. Dat is natuurlijk ja, de hemel voor een man, ik zal maar eerlijk zijn. Hoe is Nathalie eigenlijk om ermee samen te werken? Nathalie is een super toffe, professionele, knappe griet. Ze heeft alles mee wat een vrouw eigenlijk zou moeten mee hebben. Ze is knap, ze is getalenteerd, ze heeft humor, ze is, het is gewoon... Nou, de top. Okay. Sven, laatste vraagje. Wat mogen we van Sven Ridder verwachten in 2015? Wel, in 2015 zeker een nieuw seizoen van Beste Kijkers. Met Nathalie en met Tine. En ook een nieuwe reeks die ik nu aan het opnemen ben. De Bunker. Reeks voor VTM over de staatsveiligheid. Weer iets totaal anders. Je maakt ons heel nieuwsgierig. Heel veel bedankt, Sven Ridder.